Begin januari planten de B-klasse van VKO Opwijk in samenwerking met Buumplanters, dat is een VZW die de biodiversiteit in de rand een boost wil geven, struiken om te vergroenen. We zijn 4 maanden verder en de speelplaats is een groenplaats geworden, waar het fijn vertoeven is. In het begin was dat allemaal zo heel redelijk grijs. Je had zo alleen het grasveld en nu zijn er ook zo nog wat extra boompjes. En het helpt ook echt goed voor de natuur, dus daar ben ik echt wel blij mee. En het is ook leuk dat het terug open mag, want anders moesten we altijd op de stenen spelen. En dat vonden we eigenlijk niet zo leuk. Dus ja, nu kunnen we terug op het toestel. We zijn alleszins al een groene school, maar we ontdekten dat we eigenlijk een beetje schaduwplekken ontbraken hier op school. En dat was eigenlijk de eerste insteek om bij Boomplanters terecht te komen, om ervoor te zorgen dat er toch nog iets groener was onze school en dat er ook schaduw was voor onze leerlingen. De school wil ook inzetten op biodiversiteit. Daarnaast dienen de nieuwe planten als lesmateriaal voor in de lessen over natuur en milieu. De leerlingen werden actief betrokken bij het ontwerp en ze staken daarna zelf de handen uit de mouwen. We hebben eigenlijk een klein theoretisch stukje gedaan met allemaal verschillende soorten groepswerken. Ik had heel veel informatie van de site van Boomplanters uiteraard. Hebben ze verschillende dingen opgezocht. Welke planten hebben we gekozen? Waarom kiezen wij die planten? Welke diertjes komen erop af? En ook met de verschillende materialen. Ze hebben een schop moeten gebruiken. Maar wat is dat nu? Hoe komt dat nu? Maar dat was wel leuk om te ervaren, want je moest zo kijken hoe dat geplant moest worden eerst. En dan mocht je dat zo met allemaal vrienden mocht je dat doen. Het lijkt niet zo, maar die 226 planten, dat is toch wel de moeite, vind ik. Ook al ziet je ze nu amper staan, we hopen dat dat voor de toekomst, dan voor de leerlingen die dan hier zitten, dat dat echt de moeite gaat zijn. Dat misschien een speelbosje gaat worden of een speelplaats, een groen plaats. Leerlingen van de B-klasse zullen de struiken onderhouden. Welke moeten we vervangen? Waar moeten we eventueel het gras dat te dicht komt weghalen? En dat is eigenlijk een taak die in hun leerplan staat. Ik moet dat toch nog eens benadrukken voor de leerlingen van de B-klas. Is dat toch speciaal dat zij dat nu hebben mogen doen? Dat ze daarmee nu in de belangstelling staan op een zeer positieve manier. Als de andere leerlingen kwamen vragen van hey, wat hebben jullie gedaan, wat zijn die boompjes hier? Dan mochten ze echt zo met heel veel fierheid zeggen van wij hebben die geplant, wij gaan ervoor zorgen dat die gaan groeien.